En heb jij een eigen stijl, Filip? Dat weet ik niet. Mensen zeggen dat soms van mij, maar dat weet ik zelf niet. Ja, toch wel, hè. De meesten die trekken aan een basdinges. Maar jij tokkelt daarop. En zou je zijn getokkel met je ogen dicht herkennen als je hem tussen nog andere bassisten zou horen? Tussen andere bassisten? Ja, ja, als die ook tokkelen, ga ik dat niet horen. Zo. We gaan het meteen testen. Martien, jij mag je blinddoek omdoen. En Filip, jij mag naar het podium. Ja, Martien, zometeen zal hier een groep een deuntje komen spelen dat jou wellicht bekend in de oren zal klinken. We horen drum, piano en bas. Maar de bas zal één voor één bespeeld worden door vier bassisten. Oh. Aan jou om Filip te herkennen. Ben je klaar? Dan is hier bassist nummer 1. Heb je Filip herkend? Wel, de eerste, dat is zo... En de tweede ook zo, dat was zo braaf zo. Maar ik weet, Filip en zijn bas is dat zo'n beetje gelijk die zanger, bassist ooit van Lever 42, was dat altijd zo... En ik heb dat herkend in de 3. Ja. En dan niet meer in de 4. Ja. En voor mij sprong de 3 eruit. En volgens mij moet dat Filip zijn, want ik herken dat. Ja, en heb je het lied herkend? Moest je dat liedje ook herkennen? Oh, ik weet niet. Maar ik weet het niet, ja. Nee, dat liedje heb ik eigenlijk niet. Ik heb daar niet op gelet. Het is de tune van Familie. Oh, bon, nee? Ja, dat... Dus jij denkt dat nummer 3 Filip is? Ja, ik heb op de bas gelet. Ja. Ah ja, ja, dat was ook de bedoeling. Ja. 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 Oké, okay, dan mag jij je blinddoek afnemen, Martien. Godverdomme, was het nu niet juist. Ik kan er mijn voeten krijgen.